Niels. Niels is voor jong en Niels is altijd heel erg aan het analyseren. Hij is altijd bezig met hoe loopt zijn beweging. En dan echt tot in de kleine details. Hè? Van hoe staat zijn knie of desnoods hoe zit zijn grote teen in zijn schoen. Zo erg is hij bezig met het perfectioneren en het analyseren van zijn bewegingen. Shinky die doet veel meer op gevoel. Dus als je aan hem vraagt hoe staat jouw knie in de bocht, dan heeft hij denk ik geen idee. Die rijdt op gevoel. Dus voelt hij van, hey, als ik mijn knie wat meer naar voren doe, heb ik meer druk, dan doet hij dat. Maar als je hem vraagt, wat doe je, kan hij daar geen antwoord op geven. Daan is ook heel erg van de perfecte bewegingen. Die probeert zo diep mogelijk te zitten, zoveel mogelijk te hangen. Hij analyseert niet zo diep als Niels, maar Daan weet wel waar hij mee bezig is. Christian heeft soms nog wat moeite om bijzaken van hoofdzaken te onderscheiden, dus hij fladdert wat veel rond. Dus misschien ook zijn leeftijd natuurlijk. Maar je ziet hem nu steeds serieuzer worden en steeds meer snappen waar hij mee bezig moet zijn en wat de hoofdzaak is van zijn techniek. Freek is een jongen die heel bewust met zijn bewegingen bezig is. Die kijkt veel video's na en kijkt ook naar andere schaatsers van wat doen hij of wat doet zij of wat doen zij. Nou allemaal zodat ze sneller zijn dan ik. Ja, hoe voeren zij de beweging uit waardoor ze sneller gaan en wat doe ik dan niet. Dus daar is hij veel mee bezig. Jeroen. Oh jee, de coach. een vervelende eigenwijze man af en toe. Maar hij geeft ons elke training weer een uitdaging. Elke training probeert hij ons als sporter weer te prikkelen om nog wat beter ergens op te letten. Of net nog een stapje verder te gaan. En daardoor zijn we zo snel gegroeid, denk ik.